Succes gaat nog harder afgestraft worden. De SP heeft weer eens een briljant plan, want de miljonair moet nog meer belasting betalen. In ons programma Camping Poont zien we dat daar niet iedereen ontevreden over is. Ik had 10 jaar gewerkt en ik had er wel een beetje genoeg van. Toen heb ik mij gewoon laten afkeuren, heb ik een uitkering aangevraagd. Ja, ik heb gewoon gezegd dat ik depressief was en dat ik iets aan mezelf wilde gaan doen. Ja, ik vind wel dat we te veel betutteld worden op een bepaalde manier. Als we dat geld niet kregen, dan waren we misschien wel wat ondernemender om het zelf allemaal te doen. Dus het is ook allemaal lekker makkelijk. Dag meneer Bagier. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou zijn er hier in Den Haag een hoop rare plannetjes die wij te horen krijgen. En de raarste komt alweer uit jouw koker, geloof ik. Hoezo? De Dagobert Duktax. Je bedoelt de miljonairsbelasting? Die bedoel ik, ja. Ja. 1% van de mensen in Nederland heeft 24% van het vermogen in zijn handen. In zijn bezit. Die hebben daar keihard voor gewerkt. Die hebben succes en hier en daar wat geluk. Maar ja, gun die mensen dat. Ik gun het ze, maar... Gaat ze niet afpakken omdat er ook een paar mensen in ons land zijn die er niks voor doen? Ik pak het niet af. Sterker nog, we hebben de succes nodig, want dan kunnen we ook belasting heffen. Dat is afpakken? Nee, het is niet afpakken, maar vragen om solidariteit. Dus... Belasting, dat is niks vragen. Dus ik heb toch geen keus dan? Je hebt zeker keuze, namelijk... Dus ik mag zelf kiezen of ik belasting, of ik dat doe of niet, of ik daaraan meedoe of niet? Oh, nee. Je hebt geen keuze. Het is het afpakken. Dat is het enige wat in Nederland legaal is. De overheid mag belasting heffen. Als ik ga werken, dan betaal ik belasting. En van dat geld worden bommen gefinancierd. En nu krijg ik belastinggeld. En dan spendeer ik dat aan betere dingen dan bommen. Van die centen kunnen ze niet meer in bommen steken. Weet wat ik wil? Ik wil graag gewoon mijn eigen fietsenzaak beginnen. Alleen wat ook mij nekt, gewoon om voor mezelf te beginnen. Ja. Dat zijn gewoon de financiële. Ook omdat ik een hele hoop schulden heb. Je vraagt om hulp, maar je krijgt geen ene fuck. Ik ben goed, ik ben sterk en ik doe werk. Schaam je er ook wel eens voor? Dat je, als je dan ziet, hè, zie je dan nu ook op televisie wat voor mensen je dan zelf creëert hebben als jullie partij. Dat is toch jullie partij vooral schuldig aan. Schaam je je daar ook voor? Nou maak je het wel heel erg bont hoor. Ja. Nou ja, kijk, allereerst, er zijn maar een paar specifieke gevallen die jullie laten zien. Je weet dat dit leeft in de samenleving, dat weten we allemaal. Ja. En als wat wij laten zien, daar weten we ook van dat er nog veel meer zou zijn. Daar hoeven we niet over te liegen. Er zullen ongetwijfeld nog meer mensen zijn, maar bijvoorbeeld iemand die zijn werk verliest, die moet een beroep kunnen doen op uitkering. Dat ik dat klote vrijte zat ben! Laat me met rust, want ik ga echt gooien! Weer die kankertje! Zo, is erop! Morgen weer kijken maar, hè, Bashir? Ik zal het doen, ja. 5 voor 10. Ja, ja. Nederland 3. Ik zal het doen, ik zal kijken en mij weer ergeren. Je steekt er wat van op, denk ik ook, hoor. Met al je domme regeltjes. Nou, het is wel heel erg kort op de bocht. Want onze regels, onze voorstellen... Ga nou niet weer uitleggen. Ga maar gewoon kijken morgen weer. Onze voorstellen zijn heel goed. En ik zal kijken. Succes. Hoi.